Deze week in Try Before You Die gaan Onnedi en Quinty als ghosthunters contact leggen met de doden. En komen we erachter wie het beste kan vliegen als superheld. Flex the Triers. Met de kracht van het water, zo elegant als een dolfijn, knallen jullie uit de golven om op grote hoogtes te zijn. Wie blijft er staan en grijpt de kans? Deze try kan je winnen met de beste... Kans? Balans! Balans. Nee, je moet met zo'n ding onder je voeten! Wie blijft het langst op een flyboard staan als een superhero? Iedereen krijgt 10 minuten de tijd om het flyboarden onder de knie te krijgen. Daarna heeft iedereen 1 poging om te laten zien wat ze in huis hebben. De Triers krijgen eerst een demonstratie en daarna moeten ze zelf aan de slag. Nu is het de beurt aan de Triers. Oké, guys, oefenen maar. Oké, Triers, genoeg geklooid. Het is tijd voor de real deal. 3, 2, 1, go! OQC, Stephanie en Jamal zijn gelijk af. Jurre vliegt letterlijk het water weer in. Rechtsonder verdwijnt Quinty. Nu zijn nog over Fenna, Nessim en Onnedi, die gelijk begint te wiebelen. Ja, daar gaat ze. De finale gaat tussen Fenna en Nessim. Wie gaat er vandoor met die 10 punten? Dat is veel te goed. Ai, 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 Nessim houdt het niet meer. Hoe lang? En Fenna is helemaal in balans met zichzelf. Namaste. Ze is al lang klaar, maar dit is gewoon opscheppen, jongens. 41 seconden. Niemand kan daaraan tippen. Het mogen duidelijk zijn, Fenna is het langst blijven staan en dus de winnaar van deze groepschallenge. Die 10 try-punten zijn voor jou. Skills en alles. Fenna krijgt er 10 punten bij en verstevigt haar nummer 1 positie. Lekker bezig. Je begint wel afstand te nemen. Volgens mij zijn er ook best wel veel voor de 5 seconden. Stephanie ging echt zo. Oké, deze week gaan Onnedi en Quinty met elkaar de strijd aan in een challenge die alles van ze vraagt. Ze gaan in een haunted house jagen op spoken. En blijven ze daar ook gezellig logeren. Nee. Dit is een goed begin. Dit is top. Ja. Oh ja, dit is ook wel officieel eng. Nou, inderdaad. In de 16e eeuw woonde hier Joachim van Weijen. Een kasteelheer die gevreesd werd door de omgeving. Hij vermoorde onschuldige burgers, liet vrouwen levend verbranden in hun huizen. Nee. Joachim klinkt niet per se als de meest gezellige guy ever. Na zijn dood werd hij hier in een tombe begraven. Nee, dat had niet gehoeven. Nee. Aan jullie de taak om zoveel mogelijk met geesten in aanraking te komen. Nee. Wie bewijst dit als echte ghost hunter? Nou, dat gaat niet fijn zijn. Om in contact te komen met spoken krijgen ze een aantal ghost hunter apparaten. Een K2-meter met ledlampjes die oplichten zodra een geest in de buurt is. Een laserthermometer om de temperatuur te meten. Geesten zorgen namelijk voor temperatuurwisselingen. En een warmtecamera waarmee je geesten kan zien. Ja, maar dit wordt gezellig. Ook zullen de spokenjagers allebei een plek moeten vinden om te slapen vannacht. Godverdamme! Hier liggen 2 benen. Ik slaap daar niet. Eeuw, hij geeft warmte aan.
Ik wil hier echt niet slapen, hoor. Oh, Bram! Oh, je ligt! Jezus. Dat was een geest, hè? Die pakte die been. Ja. Daar, net toen ik daar was, voelde ik me oprecht niet relaxed. Ik ben best wel bang voor vannacht, ja. Sowieso om hier in mijn eentje rond te lopen. En als je een lampje aan hebt, dan valt het nog wel mee. Maar de ruimtes hier zijn gewoon niet zo heel prettig. Oké, ik heb mijn slaapplek. Ik ga mezelf eventjes een soort van aankleden, want het is gewoon eigenlijk best wel koud hier. Dus ik ga me vermannen. Proberen me niet zo druk te maken over wat hier allemaal is gebeurd. Heel goed, Ornady. Maak je niet druk, joh. Ga maar lekker spoken jagen. Heb je beet, Quinty? Ik wil niks zien. Ik wil niks zien. Laat maar niks zien. Stel, je ziet ineens wat. En dan? Wat doe je dan? Oh my god. Gadver. Oké, mijn EMF-meter gaat af. Ik ga dit niet kijken, maar ik vind het niet flex. Oké, ik pak eens eventjes mijn infrarood. Zie je? Gaat af en toe af. Alle drie tegelijk. Ik hoef niet te zien. Oh my god, ik wil weg hier. Ik zit ook helemaal hoog in mijn ademhaling. Je hebt geen zin. Ik ben er klaar mee. Wie zou dit doen? Zou iemand dit doen? Is er een oos opleven? Ja? Ben je gek? Nooit. Ik durf dit niet eens te kijken. Wauw, ik zou het wel willen doen. Ik zou het wel willen proberen. Ik zou het echt ook wel willen proberen. Ja, maar Venna, jij kan ook alles. Nee. Ik durf dit. Ik zou het echt eng vinden, maar ik zou het wel proberen. Maar wat als ze die energie mee hebben genomen naar deze studio? Ik vind het allemaal niks, man. Ik wil niet hier zitten. Heb je niet die... Laat me met rust. Boy, dit is mijn grootste angst. Waarom? Waarom is dat zo? Heb je niet omdat ik. Nee, niet omdat ik in geesten geloof, maar spookhuizen en dingen. Ik ben er zo bang voor. Maar wie gelooft er hier in geesten? Ja, ik geloof dus wel in energieën en geesten. Ik weet niet in welke vorm, maar al helemaal wat ik daar voelde, ik geloof niet dat dat een soort van... Er is daar geen verwarming. Hoezo had ik het ineens warm? De dames zijn helemaal klaar met ghosthunten en gaan nog liever in hun eentje slapen dan rond te dolen in het spookkasteel. Ik hoor echt zoveel geluiden van buiten. Slaap lekker. Hopelijk slaapt Quinty gewoon lekker. Welterusten, Quinty en Ornady. After you. Maar, van het toegegeven, wel ook iets spannender dan ik had verwacht. Ik ook, absoluut. 100.000%. Hey! Jullie denken toch niet dat dit het was, hè? Ja, op zich wel. Ja. Vannacht hebben jullie geprobeerd contact te leggen met het Dodenrijk, maar nu is het tijd dat jullie er onderdeel van worden. Toch echt in contact te komen met de doden. Worden we ontvoerd? Tegen beter weten in. Laat maar komen nu ook maar, hè? Nou, het moet iets met de dood te maken hebben. Heel scherp, Quinty. Wie houdt het vol om 10 minuten lang levend begraven te worden? Nee. Ja, ik had gelijk. Dit is zo... Nee. Dit gaat te ver. Dit is mijn allergrootste... Dit vind ik het allerergste ooit. Hebben jullie dit echt gedaan? Dat ga je straks zien. Oh, nee. Okay. Wie denk jij dat het gedaan heeft? Dit gaat te ver. Ik hoop dat niemand dit gedaan heeft. Nee. Oh, het gaat kosten, denk ik. Oh, wat heftig! Oh, nee. Ik krijg altijd de kriebels van begrafenissen. Nee, ik vind dit helemaal niet oké. Heel eerlijk voel ik me echt vreselijk. Ik ga natuurlijk niet helemaal alleen de kist in. Ik heb hier nog een portofoon en een zuurstoffles. Het voelt gewoon niet alsof ik dit moet doen. Het voelt als het slechtste idee ever om je leven te laten begraven. Wat de Triers niet weten is dat we de illusie wekken dat ze volledig worden begraven. Dus eigenlijk is het één grote prank. Hoe ga jij?
Ik weet gewoon niet hoe ik ga reageren. Ik kan gewoon niet praten, dus laten we er maar in. Oh my god. Het is echt naar. Oh, ik weet niet of ik dit kan. Oké, wacht heel even. Ik ben serieus een beetje misselijk. Ik wil het echt niet. Maar ik ga het wel doen. Misschien word ik wel ingeluisterd. Laat ze me hier liggen. En gooi ze die hele kuil vol. En ik kom er nooit meer uit. Dat is verschrikkelijk. Ben je er klaar voor? Ik, het liefst begin ik zo snel mogelijk om er vanaf te zijn. Ja, ik heb dat nu ook. Oh god, jeetje, daar gaat hij al. Oh, hallo. Oh my god. Oh my god, oké. Oh my god, hij wordt dichtgemaakt. Het begint wel benauwd te worden. Oh my god. Are you kidding me? Oh my god. Zo hard! Ik denk dat ik zo echt dood ga, jongens. Het is hier zo warm. Ik heb op zich ook wel het vertrouwen. Dat geluid, gek. Dat geluid. Oh. Ik ga toch een zuchtje zuurstof nemen, maar gewoon to be sure. Please, laat deze Dit is toch het allervreselijkste ooit. Hallo, ze blijven maar doorscheppen. Ik heb geen tijdsbesef. Oké, jongens, ik hoor niks meer. Dat vind ik dus eigenlijk het erge. Ze zijn gestopt met scheppen, dus waarschijnlijk lig ik nu op een laag grond. Ik weet ook niet op hoeveel minuten ik al zit. Ik weet niet hoe lang ik nog moet. Oh, godsamme, stoot om mijn kop. Oh. Ik ben wel echt de grens van mezelf nu overgegaan. Dat voel ik wel. Ik ga niet opgeven hoor, jongens, maar het is wel echt pittig. Ik heb het niet naar mijn zin. Ik vind het niet leuk of stoer dat ik dit heb gedaan. Ik ga niet dood. Ik ga niet echt dood. Oh mijn god, mag ik al uit? Oh, please, 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 please. Ja. Was ik echt begraven? Nee. Dus ik heb precies eigenlijk voor niks angsten gehad? Ja. Ik lag gewoon. Ja. Hé, hey, de illusie doet meer dan je denkt. Mm-hmm. Ik ben in ieder geval tamtoe blij dat ik eruit ben. Waar is het grond? Waar is het grond? Die is er niet. We zijn niet begraven. Niet. We hebben alleen de kist meegemaakt. Echt? Ja. Het is niet dat ik het graag opnieuw doe. Ik vond de hitte beangstigend. Ja. Maar het is... ik had wel vertrouwen van dit komt wel goed. Ik ga niet echt dood. Echt dat ik hierin ben gaan liggen, vind ik echt een ding. Voor mijn gevoel ben jij er een soort van doorheen gekomen. Ik doe dit in ieder geval nooit meer. Dan weten jullie dat. Mega goed gedaan, Triers. Hey, ik ga jullie eerlijk zeggen. Onnedie was wel erg boos dat ze niet met de gaten was. Ik dacht het echt dat ik echt onder grond zat. Alright, dan gaan we. 3, 2, 1. De meest onbevreesde van de twee blijkt toch Quinty te zijn. Met 4 van de 6 stemmen. Dan gaan we naar de puntentelling. Eindelijk komen we ertussen. Ja. He? Onnedie, jij hebt hier deze plek met je 40 punten. Wow. En Quinty, jij zit een stukje boven mij met 80 punten. Woehoe! Quinty spookt hem gelijk hoog binnen, maar Fenna staat nog altijd fierce bovenaan. Ik denk dat Dionne ook gewoon slaapt in de dooskist. Ik weet ook zeker dat ze een van haar favoriete albums daaronder heeft geluisterd. Ja.
Volgende week in Try Before You Die strijden Nessim en Tim tegen elkaar in een eetwedstrijd om daarna zo lang mogelijk in een achtbaan te zitten. En gaan we duelleren met paintballgeweren. Dat rijmt. Nog niet uitgekeken? Ga dan snel naar zep.nl voor Try Before You Durr. Let's go! Yes!